Meester Frank Leeflang is gisteren met staatseer naar zijn laatste rustplaats gebracht. Leeflang bereikte de gezegende leeftijd van 87 jaar. Hij was oud-vicepremier van ons land, gewezen minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Politie en oud-ambassadeur van Suriname in Brussel bij de ACS-staten. Verder heeft Leeflang in de advocatuur en het ondernemerschap zijn sporen verdiend. Frank Leeflang zal herinnerd worden als een sympathieke leider en een voorbeeld van integriteit in de politiek. Zijn toewijding aan het algemeen belang en zijn passie voor sociale vernieuwing hebben diepe sporen nagelaten in onze natie. Frank Leeflang overleed op zondag 5 mei en de uitvaarddienst is gehouden in de Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal-basiliek.